staan we in de driewegsluis. Er komt net een schip aan. Je gaat de sluis in. De deur gaat open. Of de brug gaat open, moet ik zeggen. En we hebben even gekeken, maar er is helemaal niemand daar. Er staat één camper, maar niet op de camperplaats. En er ligt ook maar één bootje in de haven. Dus het is wel hartstikke rustig hier. Ja. We zijn lekker aan het fietsen. Het is zondagmiddag. En ja, we zijn nog even op het pontje geweest, hè? Ja, er was nog een fietser. Hè? Er was nog een fietser die dus ook... Ja. We zijn weer om de beurten aan de slinger gedraaid. Nou, gewoon echt even een lekker dagje fietsen weer. We maken dit stukje van de zondag fietsen niet te lang. Want maar een beetje eentonig, hè? Elke week begint met een... De sluis met een fietsen. Ja. En ik had dit microfoontje op dat kastje van de sluis liggen. Dus het maakt nogal een beetje lawaai. Ik zal het even laten zien. Dat kastje had ik hem opleggen. Maakt een beetje herrie. Als we hier zo staan, op dit soort plekjes, dan krijg ik echt weer zin aan varen. Een bootje kopen en weer gaan varen. De beelden die je net zag, is gemaakt met deze camera. De A6100. En wat ik zo mooi vind van deze camera, dat is dat hij dus een automatische oogfocus heeft. Dus hij focust. Kijk, zo'n heel klein groen vierkantje. Als ik dan een foto maak van iemand. Ik heb een paar foto's van Gea gemaakt. En dan, dat doet hij helemaal automatisch. Dus ik druk de sluitknop heel, zo half in, zeg maar, dus heel iets. En dan zie je dat groene vierkantje zo op haar oog. En dan kun je gelijk een foto maken. En dan is hij dus haarscherp. Of oogscherp, moet ik zeggen. Dat kan ook bij dieren. We hebben drie foto's gemaakt. Eentje van een paard die we tegenkwamen. En twee hondjes. Dus Misty en Shadow. Nou, het was een beetje moeilijk, want die hondjes die gaan niet zomaar eventjes voor de camera staan. Maar het is toch redelijk gelukt, lijkt me. Dan kun je zien hoe scherp dat is, hè? Want normaal gesproken dan is dat, ja, zeg maar, dan focust die op de neus of op het voorhoofd van het beestje of weet ik wat. Wel in de buurt natuurlijk van de ogen, maar hè, dan krijg je, ja, lang niet zo mooi voor als nou. We staan op een parkeerplaats, de Lanen heet dat. Dat is tussen Lemmer en Joure. Hartstikke mooi aan het Tjurkermeer. Kom wel eens vaker hier. Mooi plekje. En we hebben even in Lemmen hebben wat gezaagd. Er was een aanbouw van een keuken. Die mensen zijn de boel aan het verbouwen. En dat was een stukje te breed. Dus er moest even een stukje af, anders past de muur later niet. Dus dat was even een simpel klusje. Gaan we even wat eten. En dan ga ik straks eventjes een lens bestellen. Ja, er moet er eentje bij komen. We hebben bij de vorige camera hebben we wat... mee verkocht, hè? Dus de camera plus een aantal lenzen. En ik zit te denken aan een 16 mm lens. Gewoon, dat is zo'n heel klein, heel plat ding. Is dat 16 mm lens en volgens mij was het 2.8 diafragma. Dus, andere blender, hè? Ja, die andere was kapot. Maar twee keer. Ja, kijk hoe lang of deze het volhoudt. Echt joh, twee keer. Twee keer gebruikt. En de derde keer, Geer wil hem aanzetten, maar helemaal niks. Dus ik dacht, ze kan er wel niet goed op hebben of zo. Maar ik heb geprobeerd wat ik kon, maar helemaal niks. We gingen terug. Geer had me gekocht bij de blokken in Assen, toen we daar aan het werk waren. En we konden zo een ander uitzoeken. Ik geef hem dan een dubbeltje terug, wat nou, hè? Ja. En deze doet ook goed, hè? Ja, deze maakt alleen iets meer lawaai. Oh. Ja, even weer voorover gegooid. We gaan namelijk even kijken naar de brandstofleiding
die daar ergens langs loopt. En, ik denk dat ik aan de andere kant moet zijn. En dan gaan we even kijken of daar nog ergens een filter zit. Want hij houdt nog steeds in de auto. Nou, dat ging niet helemaal lekker. Filtertjes schoongemaakt. Toen heb ik die in een boutruit gedraaid. En ja, er zat geen filter in. Maar toen ik de boel weer in elkaar zette, heb ik dus eventjes de ontluchting, luchtingspompje. Dan zorg ik dat de lucht uit de diesel is. En dat hij dan weer fatsoenlijk kan starten. En dat ding zit nou helemaal vast. Ik heb een filmpje naar Jan Klaver gestuurd. En als het goed is, maakt hij daar vanavond een filmpje. Ja, als het goed is hebben jullie die al gezien. Maakt hij daar een filmpje over hoe ik dat zou kunnen oplossen. Ik krijg hem gewoon niet meer erin. Ik heb er een duct tape omheen gedaan. Ik had de auto gestart. En hij blijft gewoon lopen. Ik heb hem een heel tijdje laten lopen. Een paar keer gas gegeven, dus niks aan de hand. Het is nog steeds dinsdag. En de chauffeur van PostNL rijdt net weg. Want, ja, we hebben weer een pakketje. En voor degene die het niet interesseert, de cameraboel en zo, even een stukje verder spoelen. Dit is namelijk wat ik had gezegd. Ik zou 16 mm ja, F2.8 diafragma zou kopen. Een heel klein, plat lensje. Maar ik heb zo eens even gekeken op internet en op YouTube de bevinding van een aantal professionele fotografen. En die zeiden dat het toch niet zo'n heel denderend lens was. En toen ben ik toch weer teruggekomen zeg maar, op deze. En die wou ik eigenlijk nooit kopen. Ik zei, ik ga dus geen lens kopen die zo duur is. Deze kost namelijk €450 voor een lens. Dat is toch belachelijk? Alleen een lens. En dit is de Sigma 16mm 1.4. Het is echt een super lens. En het komt eigenlijk een beetje door een aantal donateurs. Die wat geld hebben overgemaakt. En ook daarbij hebben gezegd. Koop nou die lens. En ze wisten niet eens welke. Hè? Maar zie, de vorige camera die kostte geloof ik €300 of zo. Er zit ook nog een lenskap bij. Het is geen zoomlens trouwens. Die kostte €300 of zo. Maar deze camera die heb ik nou mede door jullie, een aantal van jullie in ieder geval, kunnen kopen. En die camera kostte €800. En dan is €450 acceptabel voor een lens op die camera. Tenminste, voor mij. Het zit er tussen de oren. Ik weet het wel, maar het is woensdag. En ik had zin aan de boterham. Dat platbrood. Die hebben we nog gemaakt met havervloggen erbij in. Ik moest even denken hoe heet dat ook alweer. Maar havervloggen erbij in. Is het nog luchtiger en een beetje dikker. Zie je dat? Best wel lekker. We gaan zo naar gauw. Moet even een gaatje boren. Of twee. Eerst. En ja, ik hoop dat het goed gaat. Met het pompje. Ik heb hem helemaal met duct tape helemaal ingepakt. Dus dat het. Dat hendeltje zeg maar. Ja, om te pompen. Hè, dat bovenste ding. Dat het niet hoger gaat. Want moet je even kijken naar de video van Jan Klaver. Van afgelopen dinsdag. En dan legt hij uit wat het probleem kan zijn met het pompje. En ja, we moeten naar het werk, dus ik kan nou niet meer bezig. Maar hij zegt, in die video zegt hij namelijk dat als hij hoger gaat, dat er lucht bij komt, dan heb je kans op dat het modder afslaat. Dus vandaar dat ik hem even in heb gepakt. En hoop ik dat het goed gaat. Dan moet ik maar even zien hoe we dat doen vandaag. Of even langs de garage, even kijken wat nieuw kost. Want als zo'n rubbertje er zomaar afgaat, ja, dan is er misschien ook wel wat mis met dat ding. Hè? Dat het te lang heeft stilgestaan of zo, weet ik wat. Ja, ik zit een beetje in het donker. Die kant is de zon. Maar ik wil even zeggen, we zijn net bij de Mercedes garage geweest voor die opvoerpomp. Opluchtingspompje. En we hebben hem maar niet meegenomen. €430.
430 euro alleen voor zo'n pompje. Ja, die man die schrok er ook van. Hij zei ook, als ik de eentje had liggen hier, had ik hem wel voor minder geld kunnen krijgen. Maar ze moeten hem dan bestellen. Dus dat gaan we niet doen. We gaan over 2 weken gaan we naar Zwifterband, naar de garage, waar we ook de APK laten doen. En dan ga ik daar eens even overleggen of zij eventjes dat ding er onderweg willen halen. En eventjes dat rubbertje weer op een plek zien te krijgen. Ik kan dat nou wel gaan doen, maar als het misgaat, moet ik alsnog een nieuw kopen. En dan ben ik weer 430 euro verderop. Dat doen we niet. Dus we wachten eventjes. En ik laat hem mooi even in de duct tape zoals hij nou zit. Weer een nieuwe blender. Wat doe je toch met die blenders? 3 keer gebruiken en hij doet het niet meer. Dus... Dat is toch niet normaal? Ze sloopt alle blenders. Echt. 3 keer. Dus we hebben nu een van Philips. Beter, is wel iets beter merk. En 900 watt deze, hè? Ja, en deze stond op voorraad. Het is niet meer het showmodel. Ik weet niet of het dat was, hoor, maar... Hij stond wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Die andere. Maar ook niet echt zo dat je zegt hij is compleet doorgebrand. Maar dat is wel weer service van de blokken. Maar we kregen zo weer een andere mee. Moest wel bijbetalen, dus was wel een paar tientjes duurder. Maar ik ben benieuwd hoe lang dit is geploot. We zijn dit ook alweer meekevers. Volgens mij wel, hè? Het is donderdag, hemelvaartsdag. Er zijn nog 2, maar er waren er net 3. En die liggen dan hier op de rug, altijd. Dat zien we vaker. Pak ik even een takje. En dan draai ik ze even om. Dan kunnen ze weer wegvliegen. Ik had nog eventjes een close-up gemaakt van die kever. Mooi beestjes. Gisteren, woensdag, was Gea wat aan het snuipen op internet. En toen kwam zij dat opvoerpompje tegen, een ontluchtingspompje. Voor mij heet het officieel opvoerpomp. Die dus bij de garage 430 euro kostte. Het zal een imitatie zijn, denk ik. Maar deze kost 66 euro. Echt. Dus die heeft ze besteld. En die krijgen we maandag. Dus die komt in de volgende week vlog. Ik hoop dat het allemaal past en dat het goed werkt. Ja, hij is er al voorbij. Ja, jullie zullen wel denken, wat bedoelt hij nou? Maar kijk, we fietsen nou even een stukje. En de hele straat is nat. Zie je dat? Daar komt die straal. Oh, daar komt die weer aan. We moeten nog wel snel fietsen, hoor, nog. Anders dan... Een beetje helemaal nat. Ja, zie je, daar komt hij. Het is vandaag vrijdag. En we gaan zo naar Joure om een gat te boren voor de riolering en die moet door de fundering. Vanmiddag gaan we naar Eekst, daar zijn we eerder geweest, dat is een camping met camperplaatsen erbij. En ik heb gebeld en ja, er was nog wel plek, zeiden ze, dus dat we maandag aan het werk moeten in Assen. Toen dacht ik, ja, dat is misschien wel leuk om daar even heen te gaan, daar nog even te kijken. De video van gisteren, over dat de camping gesloten is, voorgoed gesloten is, die video, kun je zien, die heb ik eraf gehaald. Daar vroegen ze mij, mensen hier van de camping, of ik dat wou doen. Maar ik had het verkeerd begrepen. Daar hou ik het op. Want uiteindelijk gaat de camping wel dicht, maar het blijkt dat het nu gesloten is, puur voor de corona-regels. En het is zo dat, stel dat een van jullie hier wil staan en je spreekt af voor 1 of 2 nachtjes, dan kon dat wel, maar niet voor langere tijd. He, want er gebeurt nog wel eens dat mensen bellen en dan vragen ze of ze een maand of zo daar caravan neer kunnen zetten. En dat is niet meer de bedoeling, zoals ik heb begrepen. Als het niet zo is, dan hoor je in de volgende week vlog hoe het wel is. Want het is voor mij een beetje onduidelijk allemaal.
Nee, er wordt wel de veranderende dingen. Hij gaat uiteindelijk ook wel dicht en dat moet hier ook wel weg. Alleen voorlopig nog niet. En dat heeft te maken met bestemmingsplan en met bouwvergunning. Nou, wij gaan eerst naar Joure. Even een gaatje boren. En dan gaan we even een boskapje doen. Fietsen staan achterin. En dan gaan we naar Drenthe. Naar Eesk. We zijn gearriveerd in Eesk. E-E-X-T. Eekst, zo is het. Toen breekt de bek er bijna over. Moet je horen. Vogeltjes. Ah, het is hier wel mooi. En niet heel druk. Kijk, hiernaast stond is nog vrij. Daarnaast is nog vrij. En aan die kant zijn nog een paar plaatsjes vrij. We komen dan ook wel op het, ja, dat noemen ze het sportveld, het voetbalveld. Daarachter, daar kun je ook staan, maar ik vind dit toch wel heel mooi. Dit is ook verhard. En dan heb je het treinstel weer. Nou, ik ga hier geen video van maken voor deze campplaats, want dat hebben we al gedaan. Als ik eraan denk, dan zal ik hem even hier bovenin, of nee, daar bovenin. Dus, hè? Ja. Ik hoop dat hij daar te staan. Of aan het eind van de video. Toen hebben we alles hier gefilmd, ook het restaurant in die treinstellen. Dus als je nieuwsgierig bent, dan kijk maar eventjes. We gaan straks nog een stukje fietsen, denk ik. Het is gewoon frisjes. Gisteren was het gewoon hartstikke warm. En nou, het scheelt wel 10 graden volgens mij. Ik heb een jas erbij aan. Onvoorstelbaar. Maar we gaan sowieso even een stukje fietsen, wat ik al zei. Even. Dit is vandaag vrijdag. Dan gaan we zaterdag hier nog fietsen. Zondag hier nog fietsen. Dus even lekker deze omgeving verkennen op de fiets. Wat is het Drentse landschap toch mooi. Hey, je hoeft niet bang te zijn. Kijk, okay, zijn een beetje bang. Zijn een beetje bang. Hey, prachtig, we hebben weer lekker rondgefietst. Heerlijk. Daar heb je de camping. Ik draai me nou 180 graden om en daar heb je een hunnebed. En daar gaan we nou even heen. We zijn er, het hunnebed. Er wordt niet altijd zo zorgvuldig mee omgesprongen. Het is eigenlijk een graf. Hè? Je moet het eigenlijk ook behandelen als een graf. Maar als je ziet wat er allemaal ligt, patat, een stukje tomaat kwamen we tegen. Daar aan het eind drukken ze papier tussen, een van de krantjes of zo geloof ik. Toen wij hier vanmiddag langs heen fietsten, zagen we de mensen bovenop staan. Dat doe je niet natuurlijk, hè. Dus wij lopen er gewoon even omheen in plaats van er bovenop te staan. Maar het is gewoon wel mooi dat dit nog gewoon bestaan blijft, hè. Dat je dit gewoon hier en daar nog tegenkomt. Het zijn echt loeizware steen, die grote. Het is zaterdag. We gaan straks nog even een eindje fietsen. Het is droog. Het zou droog blijven. Het zonnetje schijnt op dit moment nog niet. Dat vind ik op zich nog niet zo erg hoor. Ik vind het prima zo. Het is nog vroeg, het is 7:30. En ik dacht, ik ga eens eventjes met de camera bezig. Ik had een paar stukjes opgenomen met deze. Om even te kijken hoe doet hij het. Oh, hij staat nog aan. Om even te kijken hoe doet hij het met deze lens. En ik vind het een stuk mooier. Hij is licht. Ja? Dus ook al is het hier een beetje donker, dan neemt hij het niet zo donker op, zeg maar. Ja? Dan zie je alles goed licht. Dat vind ik wel mooi. Alleen het geluid had ik schijnbaar veel te hard gezet. Dus je hoorde de kachel hoor je heel hard, hè, als hij blaast. En deze stoel zo, dit kraken van de stoel, hè, want dit is een riet, een soort van riet volgens mij. Dus nu ben ik eventjes aan het kijken hoe dit nou is. Ik heb de instelling iets anders gedaan. Zullen we eens even zien. Ik heb nu de Sony A5100 aanstaan zonder externe microfoon. Dus gewoon de normale microfoon. En moet je eens achter ons kijken hoe licht dat is. Hè? Dat lukte ons niet zo goed met de Action. Maar het komt natuurlijk doordat dit een 1.4 diafragma is. Ik ben wel blij met deze lens, hoor.
Volgens mij is dit een stuk scherper allemaal en helderder. Er was één nadeel met deze camera. Er werd gezegd, hier zit de hardshoe. Als je daar dus een microfoon, zo'n grote microfoon op zet, dan kun je niet meer het schermpje zien. Daar heb ik het volgende op gevonden. Ik klip hem gewoon hier op de zonnekap. Heb ik hem daar. En dat kan ook met deze. Even kijken. De draadloze microfoon. Zie je dat? Dus dan heb ik zo een vlog setup. Ik loop nu buiten met diezelfde setup. Dat microfoontje zit gewoon hier op de zonnekap. En dan loop ik hier eventjes over de camping. En ik wil nog even wat zeggen over de camping. Ik vind dit eigenlijk, als je nagaat met daar in Assen op de haven, daar betaal je namelijk ook een tientje. En hier ook. En hier heb je voor een euro de hele dag stroom. Daar zie je nog een paaltje. Daar staat op de ene staat nog een 1 en een andere een 3. Dus samen is dat nog ook weer 1 euro stroom voor de mensen die terugkomen. Er zijn zoveel mensen die gebruiken heel weinig stroom. En dan komen ze hier staan. En dan, ja, dan gaan ze weer weg en dan staat er nog stroom op. Dus waar wij nou staan, staat er nog stroom op. Ik hoop dat het beeld wel een beetje stil is. Ik zal eerst iets beter mijn best doen om het wat stiller te houden, dat het niet zo beweegt. En er was nog een probleem met deze. Hè? Dan moest je eigenlijk een gimbal hebben, maar ja, die heb ik verkocht. Nee, dit is een, ik denk zo'n beetje een kwartiertje rijden naar de plek waar we aan het werk moeten in Assen. En als we vanaf de haven gaan, is het 7 minuutjes rijden. Dus het is iets verder rijden, maar ik vind dit wel een veel mooiere plek. En eigenlijk voordeliger, want daar, ja, we waren toch wel zo'n 3 euro zo'n beetje kwijt voor een overnachting. Aan stroom dan, hè? De fietsroute van vandaag die leidde ons naar hartstikke mooi fietspad, hè? Mooi langs water, klein, heel smal fietspadje. En op een gegeven moment zagen we, wij dachten dat er camperplaatsen waren, hè? Ja. Nee, net camperplaatsen, maar dan in het gras. Nou, wat blijkt? Plattegrond Humsepark, dus van Roompot. Vakantieparken, ja. Dus, even kijken. Hier zijn we, denk ik. Zie. Nee. Ik denk dat we hier zijn. Ging helemaal de fietsroute helemaal over het vakantiepark. Dat is leuk. We zijn weer terug van een hartstikke mooi tochtje fietsen. Alleen we hadden een beetje verkeken op de wind. Terugweg hadden we wind tegen, windkracht 4. Nou ja, dat zei buienradar, maar het leek wel windkracht 5. Echt. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, hele mooie fietstocht gehad. Leuke dingen tegengekomen onderweg. We hebben nog even, zijn nog even naar de winkel geweest. Voor een komkommer. In Stadskanaal was dat. En ja, in de volgende week vlog zie je wat ik daarvan ga maken.